Ik ga het eerst even checken. Oh, sorry buwa. Welkom! En leuk dat jullie weer zijn bij een nieuwe vlog. En vandaag is het zondag voor mij. Wanneer jullie dit zien is het al inmiddels maandag. Dit is als het goed is dag 4 van de Ramadan. En ja, ik heb net even boodschappen gedaan. Kijk, weet je wat is bij mij thuis? Ik zeg altijd tegen mijn moeder, luister, ik woon nog bij je thuis. Ik ben volwassen. Jij maakt het huis schoon. Ik regel de boodschappen. Is gewoon een deal, weet je. Zij maakt het huis schoon. Ik regel de boodschappen. Komt helemaal goed dan. Goeie deal toch of niet? Ik heb hier een bal. Misschien dat ik straks eventjes ga voetballen. Dus daarom denk ik van, weet je wat, ik neem gewoon mee. Ik stop in mijn auto. En dan kan ik misschien jullie zo meteen wat voetbalkunsten laten zien. Maar nu ga ik in ieder geval richting Noah. Richting zijn huis. Want hij is aan mij. We zouden wat gaan doen. Een paar projecten uitwerken. Een paar dingen. En ik kijk de hele tijd daar in het scherm terwijl ik daar moet kijken. Ik moet het ook nog allemaal leren, mensen. Ik heb het eerder gedaan, maar ik moet. Lego. Ik ben nu in de buurt van Noah's huis. Alleen, ik ben wat vergeten. Hij zei tegen mij van, luister, als je komt zo, als je wat thuis hebt liggen, een paar energiedrankblikjes van Shakura, neem mee. Ik zei tegen hem, ja, ik heb nog. Ik ben helemaal vergeten ze mee te nemen. Maar geen probleem. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Hé vriend, dit is gewoon overleg hoor. Het is gewoon zakelijk hoor. Nee, dit is perfect man. Dit ligt hier. Ja, weet je, Tom, als jij omdraait, Rijssel. Camera die kant, onderaan de rechts, nu is hij weer vervelend. Ja. Dat komt omdat je nooit... Licht altijd... van buiten, je moet tegen het licht. Juist. Yes. Dat weet ik nog wel. Hi boy. Ben u bij Noah thuis, gezellig. En we waren even aan het overleggen. Zoals jullie zien, Noah studio. Wie heeft deze? Niemand. Alleen meneer Baard. We waren even een paar dingetjes aan het overleggen hier zo. Want zo gaat dat bij ons. We zijn altijd zakelijk. Ik ga het luisteren, ik ga het uitwerken in de mail. Uitwerken. Ik zeg net van, we zijn altijd zakelijk en ik doe zo. En jij zegt dat we gaan het uitwerken in de mail. Ja, gewoon uit. Dus, gewoon erop. En wie kan voor mij zoiets maken? Ik wil ook zoiets hebben. Als je het kan maken, stuur mij het op. Dan ga ik het misschien wel gebruiken. Misschien wel, misschien niet. Maar goed, ik ben hier nog even aan het chillen. Even kijken wat we gaan doen. Nog even een paar dingen bespreken. En dan ga ik er ook weer zo van door. Want ja, de plicht roept. Oftewel, mama wil boodschappen. Nou, zoals jullie zien ben ik weer in de auto. Ik volg Noah. We gaan even boodschappen doen. Hij moet boodschappen doen van zijn eigen iftar straks. Samen met zijn compagnon. En ik moet boodschappen doen voor thuis, weet je. Dat gaan we gewoon even hier zo doen in de buurt. Mijn supermarkt. Waar ze van alles en nog wat hebben. Dus dat is mooi. In ieder geval, we hebben net boodschappen gedaan bij de supermarkt. Alles zit hier. Wacht, ik laat je wel even zien. Alles zit erin. Toppie, Noah heeft boodschappen gedaan. Maar ja, Noah gaat er weer vandoor. Ja, want ik moet deze even thuis afleggen. Afzetten. En dan zien we wel wat ik ga doen. Hé, niet mij fotograferen, hè? Anders ga ik... Nee. Ik heb hem overgenomen van Youssef. Knip je eruit. Dat betekent... we hebben net een boodschap gedaan. Dus ik ga voor jullie afscheid nemen. De auto zit vol met kipvlees, brood en noem maar op. Dus vanaf nu gaan jullie mij even niet meer zien. Hij neemt het over. Sad face. Kom, nu komt het sad liedje zo. Mijn handen zijn vol, maar één hand sleutel plus camera en andere hand vol met boodschappen. En het zijn niet de lichtste boodschappen in ieder geval. Oké, wat ga ik nu doen? Nu ga ik even naar huis deze boodschappen afgeven zodat mijn moeder kan koken. Daarna moet ik even wachten tot het 8 uur is. Want meestal pak ik dan dat YouTube linkje die online komt. Dan komt de vlog online, dan gooi ik hem weer op Facebook. Ah, wacht gewoon. Hier met twee vingers. Voelt wel zwaar in ieder geval. Dus wat wil ik zeggen? Oh ja, elke keer als ik thuis ben. Kijk, ik moet elke keer om 8 uur thuis zijn, want ik moet dat linkje overzetten weer op Facebook. En daarna ga ik proberen. Ik hoop dat het gaat lukken. Maar mijn auto schoonmaken. Bij een wasstraat gewoon. Ga ik hem lekker spuiten. En daarna ga ik richting Zuiderpark rijden. Voor de mensen die kennen, een heel groot park waar je kan hardlopen. Ga ik mijn auto parkeren. En dan ga ik even hardlopen. En dat doe ik allemaal na 8 uur, weet je. En als ik thuis kom, kan ik dan meteen gaan eten, et cetera. Dus ik hoop dat gaat lukken. Dus gaan we het wel zien. Yes, mensen.
Oh, ja. Letterlijk, ik was gewoon klaar om te gaan. Alleen, de effect van... matras heeft weer ingewerkt en ik ben gewoon in slaap gevallen. Ja, dat is ook weer zoiets. Mensen zeggen van, ja, vorig jaar was leuker. Vorig jaar duurde het langer. Vorig jaar dit, vorig zus en zo. Maar kijk mensen, dit is mijn leven. Ik laat jullie gewoon mijn leven zien. Ik kan niet, moet ik iets gaan verzinnen om dat een mooie te laten lijken? Dat is het niet, dit is het. Op dit moment is dit het. Dit is nu eventjes zo. Maar geloof mij mensen, er komen nog dagen aan waar ga je zeggen, oh leuk vlog, dit en dit. Nu is het gewoon heel eventjes saai. Het is gewoon een korte periode, gewoon eventjes saai. Iedereen is aan het werk, iedereen is... sommigen zijn nog met school bezig, sommigen zijn nog met dat bezig. Weet je, op een gegeven moment gaat het leuker worden, maar geduld, sabber. Het is 9:45, bijna tijd om te gaan eten, dus dat ga ik zo ook doen. Dit keer neem ik jullie gewoon even gezellig mee, dan kunnen jullie even kijken hoe het eten eruit ziet. Dus kom, 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 kom. Miauw, 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 miauw. Ik vraag, en nu, wat ga je nu doen? Ja. Wat is dat? Zwaaien. Aaien. Aaien. Sofian! Hisham! Dit plaatsje, dat is het erfvriend op Westkampioenschappen. Deze. Dit prijs! Vierde prijs! Eerste prijs! Naughty. Derde prijs. Mijn case. Een Hollandse homo. En een Japanse hoer. Nee. Zal ik hier dood neervallen? Belangrijk. Allah die aune. In de Amin. Spider-Man. Sasa Spider-Man. Spider-Man. Sasa Spider-Man. Ja, dat is Hisham. Hoe heet jij? Ja. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Naam. Ja, naam. Wat is jouw naam? Naam. Soufian. Ja. Ja. Heet jij Soufian? Ja. Oké. De lift is Ik heb gemerkt. Ik moet daar kijken. Ik heb gemerkt. Dat als ik gegeten heb en gedronken, dat ik weer energie heb. Dus daarom bij deze. Slippertjes. Er zou nu maar een buurman of buurvrouw zo binnenlopen. Ik ga het eerst even checken. Oh, sorry buurman. Er is niemand. Troll. Slippertjes. Ik heb twee slippertjes. Heel gauw naar moskee, heel gauw. Je ziet niet eens. Slechte camera. Of slecht licht. Dis nigga. Dis nigga. Kijk, nu is je black aan boven. Ja. You come here. Kom naar beneden. Waar komt je? Komt Karim? Oh, gezellig. Het is lekker weer, toch? Ja, man. Oké, kijk.
houden bij dit. Hey, wist je dat? Ik wilde Sam hier laten weg zijn. Hij is nog boven, ik kan hem nog laten schrikken. Hé, hey, op de zomer. Hoi. Dit is internet. Dit is internet. Hoi, hoi internet. Oh, nu komt opeens iedereen tegelijk. Wat doe je met mijn scooter? Dat is helemaal niet. Dit is mijn scooter. Ik heb ben weer aan het vloggen. Ja. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Mo, dan ga ik naar mijn scooter. Naar Mo? Ja. Look out. Shoot. Welke Mo? Dreef. En dan ga ik naar mijn scooter. Oh. Kijk, zullen we gaan met Zander? Ja. Mister Karim. Ah. Goed. Hij is aan het rijden zo, hij doet zijn oortjes in, je hoort hem niet. Ik toeter, ik schreeuw, Enes, hij reageert niet. Nee, ik hoor niks man, ik let alleen op de weg. Altijd lang op zacht, kom maar. Maar goed, we gaan dus nu richting... Ik heb jullie niet eens richting moskee. En dan checken we jullie zo. Mooi boosman. Mag ik mijn petje terug? Mag ik hem lenen? Mag ik mijn petje? Even mijn haar ziet er niet uit ofzo. Ik maak niks. Mag ik mijn petje inshallah terug? Inshallah ta'ala. Inshallah broeder. Ik zie dat je. Broers, wat gaan we doen dan? Je kijkt naar die scherm. Oh, dan kijk maar je moet hier schuim. Kijken. Kijk je moet in die lens kijken. Voilà. Camera maar Yusuf. Pokémon. Let's go. Zag je hem? Ik gooi naar achter. Sla wist hem. Je moet gewoon doen. Ik zie dat er een bankement is. Nee, hola. Hé, onthoud. Hé, moet je niet allemaal naar boven kijken? Slecht beeld, man. Hey, nee. Maar boys, luister dan. Luister. Ik heb een vraag voor jullie. Alleen jullie moeten wel eerlijk beantwoorden. Kom. Oké, ik ben homo. Oké. Nee. Als niet of Sam hier is, homo. Dat moet je doen. Nee, eerlijk, boys. Uh-huh. Eerlijk. Gewoon eerlijk. Eerlijk met jouzelf. Je kan niet liegen nu. Eerlijk. Nee, het is je mag sowieso niet liegen. Het is haram. Het is altijd maar oké. Okay. Oh ja, shit. Maar eerlijk, boys, eerlijk. Gewoon eerlijk. Ik ga dit zien, ik ben een school. Eerlijk, luister. Luister. Waarom hebben jullie geen slippers aan? Oeh. Maar dat is ook Adidas. Maar dat is ook Adidas. Is alleen hij is Nike. Dan moet hij naar huis gaan. Ik rij auto toch, dus ik hou Ik rij ook auto. Ik hou niet van om met slippers auto te rijden. Kun je dat begrijpen, Sam? Ja, ik weet het ook niet. Yo mensen, wie heeft zich verslapen? Deze jongen, Kizali. Nee, ik heb me niet verslapen, alleen ik ben gewoon vergeten de vlog af te sluiten. Doe we niet meer! Yusuf is hier! Ik moet daar kijken, niet daar! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik vind jullie allemaal hele mooie mensen. Love you all. Ik vind het nog mooier als je een blauw duimpje omhoog doet. Omdat ik gewoon, ja, dit is gewoon Yusuf en dit is gewoon YouTube. Dus daarom moet het al automatisch een blauw duimpje omhoog zijn. Ik zeg, laten we eens even helemaal gek doen. Even 3000 blauw duimpjes. Dat moet gewoon kunnen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Check ook nog de andere video's die je zo meteen aan het einde ziet van deze video. Dus de endcard. Ik heb een endcard gemaakt, mensen. Ik ben zo erg. Hopelijk checken jullie me morgen weer. En voor nu is het even.